Mijn naam is Pieter Knobben. Ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven. Op internet word ik afgeschilderd als een meesteroplichter. Maar klopt dat wel? Nu publiceer ik mijn verhaal in een aantal video's. Bent u geïnteresseerd? Blijf kijken en leer kennen de ware Pieter Knobben. Wederom welkom op mijn YouTube kanaal. Ik hoop dat u geïnteresseerd bent en blijft in hetgeen wat ik te melden heb en wat ik uit ga zenden. In mijn vorige video heb ik verteld dat ik in een opdracht een automatisch kassocontract heb aangevraagd bij de bank. Maar dat heb ik niet zelf gedaan. Dat heeft Bob Schilperoort gedaan. Ik heb zelf namelijk nooit een automatisch kassocontract overeenkomst getekend. Daar is er geen enkel bewijs van, want het bestaat gewoon weg niet. Dus wat gebeurt er? Er komt een situatie dat ik schijnbaar dan toch via meneer Schildpoort het contract heb afgesloten. En aan elk automatisch incasso contract bij een bank zijn voor- en nadelen verbonden. Maar ook restricties. Normaaliter is het zo dat je de toestemming krijgt voor een x-aantal automatische incasso's per maand. Dus je kunt niet zomaar onbeperkt gaan incasseren. Het zou mooi zijn, behalve in mijn geval. Anyking had er alle belang bij, want die had een database, om deze te gaan inzetten om vervolgens telefoonkaarten te kunnen gaan leveren, zei hij. Maar ja, goed, een CD-ROM. Ja, daar zijn allerlei gegevens op. En Anneking wilde niet dat ik in het bezit kwam van die CD-ROM. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft twee andere personen heeft hij aangesteld als de bewaarder van deze vertrouwelijke informatie. Hij heeft Hommelson opdracht gegeven om bij de Mediamarkt een speciale laptop aan te schaffen. Dat is ook gebeurd, uiteraard. En daar kon de CD-ROM via een Excel-programma geopend worden. Maar je hebt wel kennis van zaken nodig. Nou spreek ik toevallig niet een beetje Duits. Ik spreek vloeiend Duits. En niet gewoon Duits. Ik spreek ook technisch en juridisch Duits. Dat is toch weer een heel andere tak van sport. Nou, Rudy Dayton, samen met nog een persoon, die werden aangesteld als de vertrouwenspersonen van Anneking. Maar ja, met een Excel-sheet, met allerlei NAW-gegevens en bankgegevens erop, kun je niet downloaden in een software-systeem zoals dat gehanteerd wordt door de Commerzbank. Dan moet je allerlei tussenstappen maken. Je moet gaan converteren van het ene programma naar het andere programma. En als je dat geconverteerd hebt, moet het weer een ander programma. En ja, je moet die programma's ook kopen in Duitsland. En nou zegt Rudy Dayton tegen Anneking, dat regel ik wel. Rudy Dayton ontkent dat natuurlijk allemaal achteraf bij de politie, want dat komt dadelijk aan de orde. Nou, Rudy Dayton heeft dat allemaal geregeld en daar heb ik alle bewijzen van. En het gaat namelijk om bewijs. Wilt u meer weten? Like mij dan en blijf kijken naar de volgende video. We gaan gewoon door tot het bittere eind. Ik dank voor uw aandacht.